Ik ben Tommy, celebrity stylist. Half oktober is het weer tijd voor het Gouden Televisiering Gala. Dus ik moet aan de bak. Couture, hakken, glitter en glamour. Mijn doel is om de sterren te laten shinen. Wat zou ik nu aandoen? Ja? Die uit. Hé, maar trouwens Tom, het televisiegala komt eraan. Ja. Ik heb nog wel een mooi pak nodig eigenlijk. Ik weet niet of jij nog iets hebt. Nou, we moeten even kijken of dat we voor smoking willen waar iedereen in loopt. Of dat we net even... Iets anders doen. Dat zou ik wel leuk vinden. Hé, hey, met Tommy. Ja? Oh, wat goed. Als ik vanmiddag even langs zou komen, want ik ben nu aan het shooten, dan wil ik die gele jurk dus even checken en misschien nog een paar andere van zijn nieuwe collectie. Alright. Bye. Nou, dat is dus top. Gele jurk hangt klaar. En ik ga nog wat andere looks bekijken. Dus top. Ik denk dat we even langs mochten komen. Ik kan al niet wachten, want ik zie hem links op de pop staan. Ik moet nu daarheen. Ja, dit is fabulous. Wat maakt deze jurk nou zo bijzonder? Behalve de kleur. Nou, als je kijkt naar de andere jurken uit de collectie, die waren heel zwaar ingeregeld met corsetten. Ja. En ook wel een soort van sexy. Want is dat ook eigenlijk jouw signatuur qua corsetten? Ja, we dreigen altijd wel de taille in, zodat het een stuk kleiner wordt. En deze jurk merk je toch wel dat die eigenlijk heel degelijk is. Ja. Heel erg zoet en echt een brave meisje. Maar zodra je hem in beweging ziet, de stof, de zijde valt heel soepel. Ja. En dan zie je toch nog alle curves van de vrouw er doorheen. Ja. We hebben gewoon meer gelegenheden nodig in Nederland voor die rode loper. Dus daarom zou deze jurk ook wel heel erg geschikt daarvoor zijn. Ja, zo'n avond. En, Nee, absoluut. Is deze beschikbaar om door te passen voor de televisie? Nou ja, we hebben erg veel aanvragen gekregen voor deze jurk en we hebben hem ook echt apart gehouden. Ja. Ik moet even kijken, maar misschien of het mogelijk is. Oké. Oh my god. Laat me alsjeblieft weten zo snel mogelijk of dat het een go is of niet. Want dan kom ik hem met liefde... Ja, moeten we even wat afspreken om door te passen. Ja, ik hou je op de hoogte zodra we meer weten. Check. Even spannend, man. Ja. Oh my god. Die gele jurk. Fabulous. Alleen, ik weet dus niet zeker of dat ik hem bij Focaline of misschien wel Igoné kan passen. Nu ik hem in het echt heb gezien. Maar Focaline en ik vonden de paarse jurk van Edwin Uitzoorn ook te gek. Dus die gaan we nu bekijken. Let's take it from there. Ik ben heel benieuwd naar de paarse jurk. Nou, hij hangt achterin. Oké. En hij is waarschijnlijk iets te lang, zoals je al... Wauw. En qua borstpartij? Het is natuurlijk een modellenmaatje, maar is natuurlijk altijd op te lossen. Er is altijd wat extra bloemen bij te zetten, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En hoe lang is Focaline? Ongeveer 1,70. Ja, want ongeveer deze rok is 1,70. Ja, en dan missen we nog een bovenlijf. Nee, dit is natuurlijk wel heel erg een jurk in twee delen. Ja. Wat heel mooi is, maar als je al wat kleiner bent, kun je misschien beter nog kiezen voor iets wat echt uit één stuk is. En ik wil heel graag die zien. Ja, nee, maar dat snap ik. Want dit is toch wel, als je het hebt over een jurk. Ja, dat is wel fijn. Zijn dit wel... Met een kleine touch of gold. Ja. Voor de gouden televisie. Ja, 18 karaat goud. Wauw. Samenwerking met House of Leonor. En ik denk waar heel veel mensen benieuwd naar zijn is, hoe werk je eigenlijk? Alles van de nieuwe collectie en ook alle oude collecties hangen hier beneden. En die dienen eigenlijk alleen maar als voorbeeld van wat we kunnen maken. Ja. Alles kan in een andere kleur, alles kan gecombineerd worden. Het is alleen maar een idee van eigenlijk het ambacht wat we hier doen. Hiervan wordt niks verkocht. Nee. Uiteindelijk is dit alleen maar voor PR en is dus alles op maatje 34. Ja. Wat het meteen al lastiger maakt natuurlijk, want hoeveel mensen hebben maatje 34? Daarnaast maken we dus alles op de klant, op aanvraag, opnieuw. Hoe typeer jij je dan in een Edwin Uitzoorn? Hoe zou je dat omschrijven? Ik denk dat het altijd vrouwelijk
romantisch, maar tegelijkertijd ook nostalgisch is. Er zit altijd een contrast in. Ik vind het altijd fijn om een soort van kleurenclash te hebben of een materialenclash. Dat zie je hier heel erg. De borduursols, waarbij dus inderdaad 18 karaat goud gecombineerd wordt met plastic en hout. Ja. Ik ga even met Focalien haar agenda checken en dan kunnen we even kijken wanneer we langs kunnen komen. Ja, dan kijken wij weer in de agenda en dan komen we er vast uit. Check. Leuk. Wees welkom. Yes. Dank. Dankjewel.